Welkom bij het weekoverzicht van RTV Losser en Halle Losser met deze week. Open dag Martini Kelkens. Seniorencarnaval als van ouds. En grote carnavalsoptocht Losser live op tv. Open dag Martini Kelkens. Afgelopen zondag openden de jubilerende Martini Kelkens hun loodsdeuren voor carnaval Minnend Losser. Ze bestaan dit jaar alweer 66 jaar. De bezoekers konden in de loods meer dan alleen een glimp opvangen van de prachtige praalwagen die komende zaterdag zal rijden tijdens de grote carnavalsoptocht in Losser. RTV Losser nam ook een kijkje en sprak tevens met de trotse voorzitter Mark Eckelboom. Aan Adriaan, SV en Sven Punten. Kom maar naar voren. Dat is maar niet. We staan hier bij de carnaval voor het meneer Losser en vandaag staan we hier bij de Martini Kelkens, want er is wat bijzonders aan de hand en ik zal hier met de voorzitter zitten. Mark Eckelboom. En wat is er aan de hand? 66 jaar, denk ik wel. Je hebt 66 jaar het jubileum van jou. Dat is natuurlijk een behoorlijke mijlpaal hier in de gemeente Losser. We hebben natuurlijk vandaag onze open dag. De mensen kunnen onze wagen bekijken. Ja, het is een prachtige mooie wagen geworden. En ons thema is dit jaar Route 66. Dus een beetje Amerika. He, 66. Dus we hebben dag van, we hebben jarenlang de Twente gevoerd en nu is Amerika aan de beurt. En dan pakken we de Route 66 pakken we aan. En ja, we trekken met Tille speel door Amerika. Ja. En het is mooi druk in de tent, want daar kunnen we geen opname maken, maar er is zoveel lawaai. Ja, de sfeer zit er goed in. Ja. Een mooie opkomst. De vereniging die komt langzaam allemaal binnen. Het zal nog wel veel drukker worden, maar ja, we genieten er volop van. Het gaat gewoon gedaan. Het gaat gewoon gedaan. Ja. Allerlei verenigingen in de buurt, net was van Lutte. De Lutte was er net, de Veldmuziek is binnen, onze bevriende vereniging uit Enschede, de Veldduvels die binnen er ook nu. Die trekken ook naar binnen, straks zal de Prins van Losser nog komen, de JKL en de jeugd, die komen ook naar binnen. Okay. Dus we hebben allemaal een mooie happening. Dus, zo is het. Ja. De tent mooi vol. De tent is mooi vol en ja, weet je, die leeft nog een week en heel carnavalsweekend en iedereen heeft er zin aan. Dat merk je natuurlijk hier binnen ook, dus het loopt mooi door. Het kan weer, hè? Het kan weer en het mag weer, dus wat dat betreft... Ja. Gelukkig. En ons niet misgaan. Waar rieden jullie met? Die doet zondag met in Losser. En dan doen we zondag met in Onzaal. En dan gaan we morgen gewoon met Lille Spul naar Münster. Okay. En dat is toch wel een traditie wie er aan Johan is. En Münster hoort er gewoon bij. En dat is ja. Prachtig. En dan ga je Spons heen? Die gaat Spons om 9 uur vertrekken met Lille Spul. Natuurlijk de wagen van Heerenvoort. Ja. Ja, die heeft natuurlijk een 10 euro verrassende bin. En dan gaat hij om 12 uur start weer door met de optocht. En dan zullen ze er nu zijn. Hij terugkomt uit Münster, heen of weer weg is. Ja, als hij terugkomt uit Münster, dan heb je dan weer een groot feest. Je hebt natuurlijk zaterdagavond ons eigen feest, maar maandagavond is toch wel de mooiste avond. Dat is onze Münster afroesparty. Iedereen is welkom. Er komt een mooi programma, mooie DJ's. Ja, gewoon geweldig. Dat is, sinds de laatste 4 jaar is dat een nieuwe traditie binnen onze vereniging. En ja, dat is gewoon super. En wat is dat? Dat is bij Krancafé Smit. Dus, achter in de tuin in de grote achter tent? In de tuin, nee, het is gewoon in het café en in de serre. Mocht je niks te doen hebben, kom morgenavond gezellig naar Krancafé en maak met onze mooie Münster afroesparty. Heel veel plezier en gefeliciteerd met 66 jaar. Dankjewel. En mooi worden wat moois van maken. Ja. Dus, okay. En ik zal zeggen, drink aan het pulsje binnen en maak een mooie opname. Seniorencarnaval als van ouds.
Zondag 12 februari vond er in het sportje de jaarlijkse seniorencarnaval plaats. Deze door de Gaffel-Uiskes georganiseerde gebeurtenis is een ware traditie geworden met een aantal vaste en zeer gewaardeerde ingrediënten zoals de buurt van Jan Riesewijk en het bezoek van de burgemeester. RTV Lossen was natuurlijk ook van de partij en legde de feestelijkheden vast. Dan ga je langzamerhand over naar onze eerste spreker. Gisteren hebben we de kerkelijke inzegening gehad, maar vandaag, wij doen het voor niet minder dan onze burgemeester. Dus ik zou graag willen zeggen, mevrouw Sina Kroon, heel mooi uitgenodigd vandaag, het woord is hier. Maar het blijkt alweer 4 jaar geleden. Het is nog niet te geloven. Maar als je hier binnen bent, dan heb ik eigenlijk het gevoel alsof ik niet weg geweest ben. En ik denk dat velen van u dat ook heeft. Het is ontzettend fijn dat we na deze tijd van corona weer bij elkaar kunnen zijn. En we zijn denk ik allemaal weer heel erg toe aan een gezellig feestje. Voor mij is dit vandaag, maar ik denk ook voor u, het eerste echte carnaval. Ook weer helemaal in school ornaat. Dus heel erg veel zin in. En ik wil natuurlijk ook van mijn kant graag iedereen heel erg bedanken die hier een bijdrage aan levert. En natuurlijk in de eerste plaats en met Ferdi en Tini, onze vastgewaard. Vooraf klap. Maar ook alle sponsoren, de mensen van het sportje en natuurlijk niet in de laatste plaats de 2 commissies die dit carnaval hebben georganiseerd. De seniorencommissie en dan ook nog een hele bijzondere commissie die ook nog een bijzondere commissie heet. Heel erg hartelijk bedankt. En volgens mij kan het feest wel nu beginnen en dan geef ik de microfoon weer over aan Wim. Dank u wel. Hartelijk dank voor deze mooie woord. Beste Lou, ik wil fijn houden dat u mij wil mijn zwager in first. Dan wil ik kom eens even naar voren nemen. Want Wilbert, dames en heren, is de nieuwe van het seniorencarnaval. Hij is de Paul Hendricks 2.0. Ja, wie heeft een hele grieze, slanke man nou inhoud van lekker mollig geld en een overwindel. Ja, en het mooiste is, jullie mij nodig, tussendoor mij allemaal even lekker in zijn dikke pilletjes in kriegen. En die mij dan even over zijn punske, ook poetske mij hem aai, dat vind ik fijn. Ik vind dat heel fijn, maar Wilbert heeft gewoon heel veel vlees aan het lichaam. En dat wil ik graag met iedereen, dat wil ik met iedereen deel. Hij is een heel roem in de vlees. Hij heeft kortens is geopereerd aan de nierstenen. Die waren zo groot, heeft zijn drenten het rechts hunnebed van mij. Ja, ben je nog. Niet zwaar, hè. Ik ben er een weinig trots op. Hij mag gewoon, ja, liever in stonden, ja. Hij mag gewoon weinig geen bier drinken, dat maken. Hij mag heel hoog, ja, maar lekker klassen bier. Dus Peter, niet in de keuken was hier. Dat zit gewoon een beetje in de familie, dat heel allemaal wat een beetje. En hij is, ja, het nadeel is waar dat ze soms ook een beetje te veel drinken. Kort, ze hadden zoveel dronken, dan moesten ze er met een dokter heen. Toen zei, ja, toen kwamen we weer. Ik zei, nog over hoe gunt je de dokter? Nou, zeg, het gunt niet zo goed. Ik zeg, waar hij dan? Ja, zeg, ik heb een verschoven orgaan. Ik zeg, een verschoven orgaan? Ja, zeg, de lever is me nou de kloot niet. Dus ik moet zeggen dat we hier uiteindelijk weer bij elkaar zijn, is heel fijn. Want die weet waar de tradities, dat wordt allemaal anders. We hebben geen poosvuur meer in Lossen. We hebben geen zware pieten meer in Lossen. We hebben gelukkig nog maar carnaval, maar alles wat me niet is. Zware pieten helemaal niet meer, is ook niet zo erg. Dat is ook niet meer van deze tijd. Maar nu ben ik wel bang dat Sinterklaas ook kwijtraakt. Ja, kijk maar nou eerlijk binnen een zwarte met een grote zak, dat is nog wat te verdedigen. Met een bisschop met kinderen op de schoot, dames en heren, dat wordt heel laag. Wordt heel laag. Ik denk, beste mensen, dat met elkaar nog met maken, en zo met de intocht dan even het Peer te zingen. Ja.
Ik denk dat moet hoor, man. Het is allemaal anders. Alles wordt anders. Ik zie door Jos Mosin zitten, die was nog jarenlang de first in de pions van de Rooms-Katholieke Progier. Jos met Simi samen, maar zo rechtkant. Geweldig door. Jos zegt neem me nog hier, maar ik was niet nog aan die jaren. Nou, Jos, bij deze bedankt voor alles wat je voor onze Progier door. Geweld en Simi natuurlijk ook. Maar ook dat wordt anders. Gisteren hadden we een mooie carnavalviering. Dansbriefjes in de kerk, daar kon allemaal. Dat was hartstikke mooi trouwens. Mooi met die beentjes ook. Ja, Jos, ik ben net, net te vol stop, maar dat was mooi met die Martini-Wichterheur gisteren ook. Oh, wat mooi. Maar het is anders. Ook met die ritueel rond de begrafenis en zo. Alles is anders. Ik had een kort een groot bij ons in Lossen en vroeger Maria geboren op kerkhof. Dan ging ik de langsman kruis gesloten water door en in kloor had maar de nagroep. Maar tegenwoordig is dat. Heel hip dat je van alles ingooit in het gat heen. Allemaal voor het afscheid. Ja, en dan was er een keel van Fermi. En wie leuk in de rij. En ik had een paar bloemmini. En een keel Fermi. Die smeert 3 gehaktballen in het gat. 3 gehaktballen. Ik zeg tegen die man. Ik stond nog met mijn fuske bloem. Ik zeg, waarom dus doe dat toch? Ja, zegt die man. Dat is een goede kennis van mij, de overledene. En die mag om hun een gehaktballen hebben. Ik zei, ja, maar beste man, ik zei, denk je dan hoe werkelijk wordt dat hij die gehaktbal nog op heeft? Hij keek niet aan en zegt, en denk je nou werkelijk dat hij die bloem wel op de vaas zet? Beste mensen, ik wil trouwens daar nogmaals burgemeester Kroon, maar fijn dat u er bent. Mevrouw Kroon, u bent ook een tijdje in de Lappenmand geweest. Maar geweldig dat u weer onder ons bent, want u bent een zeer leuke, flamboyante burgervrouw. En je woont ook nog in het juiste gedeelte van Lossen, tegen de Bleergang. Nou, daar woont alleen de allerbeste mevrouw Kroon. Ja, dat kan ik u maar vertellen. En wat mooi aan uw hulpje met meneer Nokram, onze Jimmy Boy, ook hartstikke mooi. Goed over de Engel Wilbert, zijn helemaal gelukkig, maar ik hoop ook over de Engel. Super mooi. En het is alleen jammer dat mevrouw Oosterbroek, toen die bier is, de wethouder. Ook een hele leuke vrouw, mevrouw Oosterbroek. Die komt van oorsprong om te lutsen. Nou, je weet waar de beste, de mooiste en de juiste vrouw komt om te lutsen. Dus, hè, Wilbert. Dus ook mevrouw Oosterbroek is echt een hele leuke vrouw. Ze heeft alleen een beetje een ongelukje gehad, ik weet met de prik. Zij is op Berenvaartwest van Santiago de Compostela en daar heeft ze wat oploop en dan is ze in de rolstoel weer teruggekomen. En dat vind ik wel vrij bijzonder, want de meeste leur die op Berenvaart gaat, die gaat er in de rolstoel heen en die komt lopend weer terug. Zij ging lopen en kwam in de rolstoel, heel apart. Daar komt ze aan een vleesetende bacterie. En dat vind ik heel apart, want zij is van oorsprong van GroenLinks. Dan vind ik, dan moet je op zijn minst een veganistische bacterie hebben. Maar nee, zij had vlees eten. Maar wel een hele leuke, moet ik eerlijk zijn. Heel, ook een hele leuke vrouw. Kijk, want van zijn concurrent was zij was altijd heel leuk. Ja, dat was ze. Maar ook heel vluchtig. Hij kwam even in haar een voordeltje maken. Grepen in onze bediensten zo'n schaal met post en keer zo de handdeur. Net op de hele middag bediende. Ja, anderhalve minuut voor de voordeur en voor de weer. En dat moet ik toch eerlijk zijn. Zoals de Simmer Notka, waar de bierdrink is, wil het toch vanavond 10 uur wat blijven. Maar wie is het? Ja, oh, wat? Ik ging dat leste potje vanavond. Daar kan ik nu wel wat veel. En met zijn domsnoer Gerrit Engelboom. En Chris Welsholders van oorsprong over. Het is hier echt een Overdinkelse enclave. Het wordt nog gevuldig, ook nog meer hek in de gaan. En ik ben wel heel blij en ik denk, jullie vragen allemaal op waarom is Jimmy van Essen er niet bij? Ben je wat wetholder van Essen? Ben je wat die kwaad, die mooi boy? Waarom mijn den er niet bij is? Hij heeft straf. Sia heeft een straf dan. Ja, hij moest eerst hem op de knie voor de blote billetjes houden. En toen kreeg hij straf dat hij vanmiddag niet mee op. Want wat heeft hij dan? Voor de leur die nog op Facebook zit. Jimmy van Essen die is in het geheim getrouwd. Zonder dat de burgemeester er wat van wist. Zonder dat er ook maar iemand wat van met had. Is het ook niet mevrouw de burgemeester, dat was voor u dat je gewoon niet weet wat hoe één bed anders doet, dat is toch wel heel erg. Dat was net die van een nieuw woonhoor overkomt natuurlijk. Nee, die ging er met een zwembouwer en dan kan ik ook wel vertellen. Nee, maar is eerlijk, en toen in die Jimmy van Essen, hè, die is, in, maar dat is nog anders nog niet zo erg. Weet je waar die trouwt is? In Costa Rica. Weet je waar dat ligt, Costa Rica? Dat ligt van een heel de dag te openshaal, dat kan ik wel. Mijn normaal hebben wij al dat geld, hè? We hebben een bruiloft nog zo onwijs groot en dat geld is allemaal naar Costa Rica heen gegaan. En dan moet je toch zien dat het van D66 is, hè? Al het geld naar Boetland heen. Dan had ik toch ook hier, had ik toch ook in Lossen kunnen investeren, nog niet dat. Maar ja,
helaas, en Dorpen mag het nog niet meer en ik vind het goed. Van de andere kant moet ik wel eerlijk zijn, ik vind het goed dat het zich een beetje bekommert om de Boetlanders. Dat doen wij hier in Lossen ook. Je hebt goede opvang, in de Aloysische school zit helemaal vol. Met een moeilijke tijd in de zorg en in de verpleging, dat weet je waar. Ik werk in de verpleging, dus hij nog hulp nodig heb. Mijn zwager, die is de Martini-wichtrend begeleider gelijk hebben. Die zet ook auto's achterin parkeren en scootmobiels en zo. En ik ben een beetje voor jullie lichamelijke verzorging, dus hij voor hulp nodig bij de Peter Toiletgang of zo. Dan hoeft niet maar. Ja, ik zit in de zorg, ik kan dat heel goed. Hoewel het was een moeilijke tijd bij ons in de zorg, het was via een gebrek aan alles. Omdat jullie zoveel hamsten deuren met toiletpapier weer hamsten. Een beetje met hem haar sleutje die al hamsten. Aan wie geen toiletpapier meer? Wen bij ons die oude leut eerst geopvraagd met krantenpapier. Ja, krantenpapier. En dan weer de activiteitsbegeleiding. Die zet die oude leut bij ons allemaal smonds aan tafel. En ze de activiteit reepjes schuin. Oet de kraan. Ja, zodat ze hun eigen toiletpapier kunnen schuin, weet je wat? Kijk maar, als ze eenmaal moesten, was dat nog niet zo slim. Maar als ze een beetje doorlopen hadden en ze moesten 8-9 maanden toilet op een dag, hadden ze soms weer bericht in kuddelpad zorgen. Dan gaan we wakker worden. Zeg maar wat mooi dan. Dit is een prachtige traditie van senioren. Carnaval nog 4 jaar weer in de benen hebben. En ik kan ook beloven, we zullen onze uiterste best doen om het ook in staat te houden. Mooi dat je er bent en mooi dat ik weer even voor hoe kun je nog. Allah! Dank u wel. Dames, Martini Wichter, hebben we het geluid? Het kan gebeuren. De Martini Wichter.
Fantastisch. En daarom wil ik ook graag even een aantal mensen nog opnemen in onze hofhouding. Dan ga ik even spieken, maar er waren vier namen. Die zijn net in de eerste week. Ja, dat is typisch ook iemand waarvan ik denk van ja, maar die is nog helemaal nog niet zo oud. En dan kom je dan toch hier voorbij naar tegen. Het is een drager, of ik moet zeggen een draagster. Het gaat om een dame, van orde van de diensten. Iemand die altijd heel veel heeft gedaan. Voor de carnaval, voor heel veel andere zaken in Lossen. Die ik ook vaak tegenkom, op gezellige feestjes, bij Geurske, of bij Joorsjaren is. Ik wil graag nog horen, Femi Veldhuis! En ook vanmiddag weer sponsor is van deze middag. Graag wil ik een heel hard applaus. En hem naar voren vragen. Ferry de Boer. Meer helpt achter de baan en ook achter de schermen een heleboel doet. Ook al jarenlang zich actief heeft gezet voor de carnaval in Lossen. Daar wil ik ervoor horen, Corrie Knol.
die ken ik echt al jaren. En ik zou eerlijk zijn, toen ik vroeger als 16-jarig jochie bij de carnaval kwam, toen liep hij daar rond en heeft van alles voor de carnaval gedaan. Autocommissie tot allerlei verenigingen heeft van alles gedaan. Heel veel mensen kennen nog eens de schoenmaker van Lossen, dat gebeurt dat heel lang niet meer. Als iemand het ontzettend vriendelijk vindt, wat heel graag is dat hij hier vandaag is, wil graag een heel hard applaus voor Hans Dijkstra. Van je heuren, dat kennen jullie wellicht, die melodie. Het is niet heel moeilijk, dus zou zeggen, probeer hem mee te zingen. DJ, sta er maar op. Als ze mogen weer maken een groot feest. Wij zijn de wereld weer genieten nu het meest. Het is carnaval, la 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 la. Een prachtig bal, la 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 la. Het wordt een jaar dat niemand ooit. Maarten Prins, wie had dat u verwacht? Carnaval, wat een ballos. En anders doet die wapen aan. Zeg als het Twentse los. Wie rookt de bovenaan? De losse gewogen weer maken een groot feest. Wij zijn de wereld weer genieten. Carnavalsoptocht Lossen live op tv. Aankomende zaterdag 18 februari vullen de straten van Lossen zich eindelijk weer met prachtige praalwagens en schitterend uitgedoste loopgroepen. Dan gaat het carnaval in Lossen weer los met de traditionele optocht. RTV Lossen legde deze al jaren live vast en dit jaar zullen we ook te zien zijn op Twente TV en onze eigen YouTube kanaal. De uitzending staat om 13:30 en de presentatie is in handen van Jos in het veld. Tevens staan de links voor de livestream op de websites van Hallo Losser en RTV Losser. Dit was het weekoverzicht van RTV Losser en Hallo Losser. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.